Kan je dan met alles wat we weten echt geen nieuw en goed klinkend gebouw zonder schoenendoosvorm bouwen? Dit is het nieuwe concertgebouw voor het Kulturpalast in Dresden. Dat is eigenlijk een bestaand gebouw en in dat bestaand gebouw maken we een hele nieuwe zaal. In dit geval wilde de opdrachtgever echt per se geen schoenendoos. Die vond het niet leuk. Maar we gingen deze uitdaging natuurlijk graag aan. Want er zijn zalen die geen schoenendoos zijn, maar die toch een hele goede akoestiek hebben. Voor een goede akoestiek en een goede geluidverstrooiing heb je meer verspringingen nodig. Voor een moderne zaal moet een architect daar echt over nadenken. Hoe kan ik dat in mijn ontwerp inbrengen? En daarom hebben we hier bijvoorbeeld allemaal zigzagelementen langs de wand. En ook een vrij sterke diffusie in de plafondstructuur. Zodat dat voldoende opgedeeld wordt en het geluid mooi egaal over de ruimte verdeeld wordt.